girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Welkom terug, nieuwe dag, nieuwe vlog. We zijn op de feesten, we hebben dus een ploegvoorstelling gezien. En sorry voor mijn stem, ik heb al 3 dagen weer geweest voor feesten, maar I don't care. En ik ben met Jimmy Boy, ik ben met BC Manga Gamer. En ja, we gaan nu naar de ploegvoorstelling. Allee, ja, nu. We moeten waarschijnlijk mijn bijnaam nu zeker, Jimmy Boy? Ja, Jimmy Boy. Ja. Officieel is nu dat je bijnaam Jimmy Boy. En zoals je ziet, het is goed weer. Ja, het is 33 graden denk ik, ongeveer al. Of meer. Of meer. Maar fuck off. Ja, en daar is BC Manga Gamers. En het is fucking warm. Wat fuck Jimmy? Oké, maar ja, kijk. Goed. Zie jullie later. En dan gaan we. Hallo. Welkom terug. We zijn hier op St. Baafs, zoals je ziet. Aan het podium. En de kleine sporters zijn bezig. En zoals je ziet. Zimbalo. En ja, we zijn hier met Nikita, Jimmy en BC Manga Gamers. En zoals je ziet, niet opletten, mijn stem is Braka. Braka. En we gaan ons gewoon amuseren. Vanavond nog een polypoly zetten. Maar ik neem jullie mee. En dat is het belangrijkste. Een mooi groot podium. En oh, toppetje. En een bar gaan we ook open, dus dat komt goed. En dan is mijn beste vriendin. Mijn beste vriendin. En oh, Johnny, thanks. En maar kijk, ik zie jullie later en wat dat je. Ik zie dat nu al aan het zien. En dat gebeurt bij jullie zo. We want more! We want more! We want more!
Iedereen was daar in Oostakker. En dan op paasmaandag 22 april hebben we het doen donderen in Dender. Ja! Wat heeft er nu allemaal in die beker gezeten, Dominique? Dat is niet voor publicatie van ons. Wat is de ambitie, Dominique? Ik heb al gezegd. Dus ik hoop dat jij ook aan het woord kunt houden. Maar de schepen van sport heeft beloofd dat wij ook een bloedtochtje mogen doen op de Gentse wateren. Dus dit jaar zou ik toch ook graag een keer de titel hebben. Dominique, ik geef jou de microfoon. Jij gaat kort in de proef voorstellen. Oké. De tweede beker op 3 jaar tijd. En het smaakt naar meer. Dat heb ik ook gezien. Dankzij jullie allemaal, dus ik doe terug een oproep. Als jullie graag hebben dat wij volgend jaar terugstaan met die beker, kom ons dan alsjeblieft zoveel mogelijk aanmoedigen. Deze meisjes zijn al meer dan een week intensief samen aan het trainen. Zij trainen 6 keer per week. De gemiddelde leeftijd van die meisjes is 20 jaar en 4 maanden. En zij combineren hun studies of werk met training. Dus ik zou zeggen, respect en een groot applaus. Hey, 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 hey. Maar pas op, het zien er brave meisjes uit. En de meeste... Ik voel dat echt niet. Hij is aan de kast zo. Aan de rug voor, aan de rug voor. Moet een beetje dribbelen ook, hè, man. Allee, Ado, kom maar. Allee, Ado. Van de Ado. Ik ga niet zwaar met deze Ik ga een kast. Geef een geweldige applaus. Arno Soetke. Ja! Merci beaucoup. Oké, en dan Miguel. Waar is Miguel? Miguel. Miguel speelt niet mee. Miguel speelt niet mee. We gaan een deuntje spelen. Maar onze volgende gast, dames en heren, is vandaag jarig. Miguel, ben je er klaar voor? Ik ben klaar met jou. Ja. Happy birthday. Ik heb nu ook een broer die ook nog maar recent een klein kindje heeft, dus we zijn gewoon.
sfeer maken is een zaak van iedereen. Niet jij, ik, maar wij allemaal samen. Daardoor is er sinds kort een sfeergroep opgericht onder de naam Armada Ganda. Deze sfeergroep bestaat uit enkele mensen die zich inzetten voor de sfeer. Deze mensen hebben ook enkele stickers, t-shirts en dergelijke die ze te koop aanbieden. Iedere buffalo die het in zijn hart heeft, ga ik je langs bij. Yeah.
dat hij een nieuwe kreet ging doorvoeren voor van de jaar. Dus we gaan even naar de trainer, Jesse. Goed. Iedereen weet wat we op geregelde basis zingen in de tribune naar elkaar. Een teken van respect. De trainer gaat dat nu ook doen. Dus de trainer zet aan, jullie volgen en je weet hoe dat gaat. Goed? Oké, hier ik kom. Jesse Toru. Hij moet eerst te veel zijn. Kom maar, Bloe! Gedaan. Mijn stem is naar de zak met mijn snelle boy. Yo. Ja, mijn stem is er ook aan. Dus we zijn ploegvoorstelling gedaan. Vanavond nog Polé Polé. Kom aan, Lewat. Jawel, jongen. En we gaan vanavond nog Polé Polé doen. En een flesje zetten. Waarschijnlijk een flesje, waarschijnlijk. Ik weet het niet, ik ben nog aan het twijfelen. We zien wel wat we aan doen. Het is overal ambiance. Daarom gaan ze feesten en ons laten gaan. En de stemmen is net zak. Ze biedt nog iets lekker gekocht voor het eten. En snel even wel. Vijf dagen die slaapt op een zot. Hij is een zot, hè. Feesten. Ik heb maar 6 uur geslapen op 3 of 2 dagen tijd nu. Dus. Ik ben al 5 dagen wakker. Maar hij is een zot. We gaan er nog een zetten bij doen, maar. Ja, jongen. Oké, maar kijk mensen, ik zie jullie later. En ze bieden hem nog naar het vrijdagsmarkt. De BC Manga Gamers gaan ophalen. De Jimmy Boy. En we gaan gewoon op onze max genoeg zijn. Maar vanavond zitten we hier op Polé Polé. Wacht mensen, ik ga je ze bieden tonen. Kijk, ben ik nu zat of is ik ze weer gewoon zo'n olifanten? Yo. Kijk mensen, roze olifantjes. Dat is de leren, jong. Ja, jong. Oeh. Bacardi. Hey, maar om alles wat we daar in de eieren. En hier zit dan Polé Polé aan voor vanavond. Vanavond om 11:30. Bies bij ze. Maar ja, het zit daar altijd een beetje, dus. Allee, ja. Ik vind dat is mijn mening erover. Ik ga wel naar Biesbeis, man. Nou ja. Dat is ambiance, dat is Kent. Ja, maar Polé Polé wil ik ook wat doen. Ja, sowieso. Maar kijk mensen, ik zie jullie later. En een verdachtje.